90. Play. Ja, hier. Hier zijn Linda de Mol en Paul de Leeuw. And good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the National Song Contest of 1999, live from Studio 22 in Hilversum. Linda, may I interrupt you? I don't understand why you speak English, because it's the Dutch National Song Contest. I know, but on the Dutch National Song Contest, everybody's singing in English, so I thought I would... But Linda, do you want to lose your identity? No. No. So make a choice, German or Dutch? Nou, in dat geval... Shalom, allemaal! Goedenavond! Okay. You win. Goedenavond allemaal hier in Hilversum. Goedenavond, dames en heren, allemaal thuis. De Bald en de Beautiful zijn weer gevraagd om dit Songfestival te presenteren. Ik vraag me af waarom. Nou, dat is heel duidelijk. De NOS was ontzettend enthousiast over onze presentatie vorig jaar. En ze wilden het dit jaar ook weer exact hetzelfde. Dus we doen het ook exact hetzelfde. Paul zorgt er weer voor dat het programma helemaal in goede banen wordt geleid. Denkt aan de inhoud en ik maak weer de grappen. Toch? Ja, de pakken. We hebben bijzondere pakken en het mooiste is, dit jaar mogen we ze houden. Ach, echt? Ja, echt waar. Maar voor de rest is er heel erg veel veranderd bij dit Nationale Songfestival 1999. Iedereen zingt in het Engels. We hebben geen live orkest meer, vinden wij erg jammer. Ja. Maar we hebben wel bandjes. We hebben bandjes. Alle artiesten hebben hun bandjes meegenomen. Ik heb een heel tasje vol. Ja. Beetje en, knullig. Maar... Van bandje is het heel makkelijk om even over te gaan naar een bondje. Een vakbondje om precies te zijn. Want vanavond kunnen er prikacties plaatsvinden door het personeel van radio en televisie. En als er een prikactie plaatsvindt, dan gebeurt er dit. Ja, we zouden heel graag een programma willen maken, maar we hebben nog geen COC. Dus helaas vinden er prikacties plaats. Paf! En dan zijn we weer terug. Dus als het op een gegeven moment gebeurt thuis, paf! Ga dan niet bellen, maar denk even een halve minuut wachten en paf! We zijn weer terug. Ja. En even serieus, Edcilia heeft het vorig jaar ontzettend goed gedaan. Ze is vierde geworden, ja. Applausje waard. Daar zijn we heel trots op. En we hopen natuurlijk op een nog beter resultaat dit jaar in Jeruzalem op 29 mei aanstaande. Dus we hebben een enorme keus vanavond. 10 liedjes. 5 liedjes zijn in opdracht geschreven door hele bekende componisten en tekstschrijvers. En 5 liedjes zijn geselecteerd uit de meer dan 200 vrije inzendingen. Vertel even van Konamus. Konamus. Konamus, de bekende supermarkt in Hilversum, heeft een, waar de karretjes nog gratis zijn, die hebben een cheque van 10.000 gulden. Ja, 10. Nou... Je moet niet altijd dit doen, man. 10.000 gulden. Die mouwen zijn te kort. 10.000 gulden. 10.000 gulden beschikbaar gesteld. En die gaan naar het winnende liedje. En dan met name. Phone home. Die gaan naar het winnende liedje. Dat is heel duidelijk. Ja, die gaan dus naar de tekstschrijver, naar de componist. Ach, het interesseert nog geen ene flikker wat die kan namen doen. Goed. Nou, thuis bellen misschien, Linda? Dat is wel heel belangrijk. Dat u straks de telefoon grijpt en ons laat weten welk van die 10 liedjes u het allerleukst vond. Laat uw stem gelden vanavond. En die nummers komen zo meteen, niet nu gelijk gaan bellen. Niet nu die al. Komen zo meteen in beeld. U kunt natuurlijk niet bellen omdat u de liedjes nog niet gehoord hebt. Goed, helaas. Dit jaar geen orkest. Dus 1 zit hier werkeloos naar ons te kijken. Geef hem hartelijk applaus. Het is de dirigent van het Metropoolorkest, Dick Bakker. Oh. Dick. Oh.
De microfoon uit je FNV-tasje halen. Dankjewel. We vinden dit een beetje lullig voor je, Dick. We kunnen ons voorstellen dat je een beetje last hebt van ontwenningsverschijnselen. Het is toch een beetje alsof je stopt met roken. Dan weet je niet meer wat je met je handen moet doen. Dus we hebben voor jou een... geef jij het maar. Nou, een dirigeerstokje. Dus als je op een gegeven moment denkt van nou, dat kan ik beter. Kun je gewoon in je eentje een beetje zo gaan dirigeren. En dan heb je toch het gevoel dat je er een beetje bij hoort. Heb je ons gemist? Ontzettend. Ja, maar aan alles komt een einde. Volgend jaar weer met orkest. Ja. Tuurlijk. Hopen wij ook. Vakjury is enorm de best gedaan om de vakjury te... Ik geloof dat ik Ed Cee zie. Ed Celia Rommeling, hallo. Nou, zo is toevallig. Ed Celia, vertel ons eens, hoe is het laatste jaar gegaan? Ach, een werkonderbreking, heel erg vervelend. Ja, we zouden heel graag een leuk programma willen maken. Maar ja, we hebben maar 30 seconden. We hebben geen goede COC-overeenkomst. En we willen ook allemaal een sauna in Hilversum. En weer terug. Nou, bedankt Ed Celia heel erg leuk om dat voor te hebben van je. Goed. Ja, nou het lekkere tempo erin. We hebben natuurlijk vanavond ook een vakjury. Geen songfestival zonder vakjury, nietwaar? Nee, en geen vakjury zonder songfestival. Ik ga de eerste aan u voorstellen. Tekstschrijver, componist en producer Ferdy Bolland. Hartelijk welkom. Vorig jaar deed ze mee met het nummer Dit Hart, Mijn Hart Kan Dit Niet Aan. Ze heeft een geweldige Nederlandstalige cd gemaakt. Engel, Frederike Spicht. Van Radio 538 en TMF, maar zeker ook als producer van succesvolle dance acts, Wessel van Diepen. Dirigent van 1912 tot 1966 van het Metropoolorkest, getrouwd met Els, Harry van Hoof. Songfestivalkenner bij uitstek, journalist bij het Algemeen Dagblad, Henk Langerak. Goedenavond. Een van de mooiste stemmen die Nederland kent, operazangeres. En ze gaat met een camper de grootste operahuizen langs. En met haar man Charlotte Margiono. Echt? Ja, wist je dat niet? Nee. Nou, ze heeft met mij in mijn programma gezeten. Dus, dat doet met die camper is echt waar dus? Ja, dat is echt waar. Okay. Is echt waar, hè? Dat is echt waar. Ajax-speler en gelegenheidszanger Dien Goré. But not least, de kandarel van de Nederlandse entertainment business, Sugar Lee Hooper. Ja, geen jury zonder voorzitter en natuurlijk geen songfestival zonder Willem van Beuzekom. Willem, waar is jouw witte sjaaltje? Normaal wel een wit sjaaltje. Ach, in de was. Je wist niet dat het 14 maart zou zijn. En Willem gaat vreemd dit jaar. Ik bedoel niet qua man of qua vrouw of qua... Wat dan ook. Wat dan ook. Hij gaat vreemd qua notaris. Voor het eerst aanwezig mevrouw Van Bergen. Wat is er... Notaris Davina, die is helaas niet aanwezig. Die is ijs aan het verkopen op een bloemencorso. Mag ik het zo zeggen? Ja. Prima. Er zijn natuurlijk twee dingen heel erg belangrijk vanavond. In alle eerste plaats natuurlijk, wie gaat ons land vertegenwoordigen in Jeruzalem? Ja, en natuurlijk of we sowieso naar Jeruzalem mogen. Maar we wachten natuurlijk het rapport af van de enquête Bijlmercommissie 1999. We hopen dat Theo ja zegt tegen Israël en tegen het Songfestival. En we gaan natuurlijk kijken, want wie gaat er, welk liedje, alle kandidaten, veel succes. Wij gaan beginnen met filmpje nummer 1. Shalom, wie zijn wij? All Mixed Up zijn wij. En wat zijn wij? Wij zijn vier hele leuke jongens die heel leuk kunnen zingen. Oh, ja. Leuk. En we gaan nu skiën. Ja. En ze heten de eerste Ruben, Kanchan, Raul, Danilo, Julio, Giovanni, Tewari. Dat is de oprichter. Ja, en dan hebben we Jopje, die is 18 en heel klein. En we hebben Armand, die is boogschutter en die houdt van après-skiën. Ja. Ach, en ze hebben waarschijnlijk geen last van lawines gehad, deze baan. Nee, ze zijn niet naar Galtuur geweest, gewoon in huizen gebleven. En dan hebben we ook nog... Richard, en die is vrij nuchter, zegt hij. Dat is lekker als je laatste wordt. Ja, maar soms is hij ook vrij dronken, hoor. Dat is ook lekker als je laatste wordt. Of heel dronken. Het is sowieso lekker dat je laatste wordt. Bandje 1. Ja, welke? All Mixed Up? All Mixed Up.
Ja. Nee, wacht even. Nee. Is Olives. Ga dan snel naar de auto. Ja, naar de wagen toe. All Mixed Up, die bijt het spits af. Vier jongens die er alles voor over hebben om naar Israël te kunnen. Zelfs besnijdenis is te bespreken. Twee van de jongens, Ruben Tewari en Ricardo Leeuwin, de zoon van Elsa, die zijn verantwoordelijk voor tekst en muziek. Ruben verklaarde dat hij nog 40 nummers op de plank heeft liggen, dus die kan nog door met Nationaal Songfestivalen tot 2039. Dan is Linda inmiddels 83 en ik lig gedotterd en wel onder de zoden. Hier is All Mixed Up met liedje nummer 1, Forever Night and Day. We gaan naar Volendam voor Tamara Tol. Ze is 26 jaar. Tamara Tol? Wat een... daar gaat Jan Keijzer. Daar ging Jan Keijzer van DZN. Nee, joh. Wat doet Tamara Tol nou in een viswinkel? Nou, daar werkt ze. Ze kan heel goed haringen schoonmaken. Ze doet er 120 per uur. Oh, dus als ze verliest, kan ze gewoon lekker doorgaan waar ze mee gebleven was. Hey, dat is Corona. Dat is Corona Tol. Nee, Corona Keijzer. dat was Henk Mouwen. Is er daar een boel bij die viskraam? Heeft ze nog hobby's, Lin? Ja, ze kan heel goed kleding naaien. Ja. Maar de jurk van vanavond heeft ze gewoon gekocht. Ach, en ze wil graag trouwen, maar ze heeft... Kijk eens hoe snel. Ze heeft nog nooit een aanzoek gehad. Nou, misschien moet ze eerst de handen wassen. Ja, of een kauwgompje nemen. Dat is tol. Ik ga u voor de vorm vertellen dat het volgende liedje een nummer is van de mannen van BZN. Jack Veerman, Jan Keijzer en Jan Tuyp. Want de BZN-sound die herkent u echt binnen 10 seconden. De allereerste solisten van vanavond. Ze verruilt de Volendamse haringkar voor het Hilversumse Songfestival podium. Hier is ze, Tamara met Coming Home. Yeah.
flying by. The wind, it seems to cry. I search the corners of my mind to be with you. Facing the rolling waves, counting the countless days, while I'm homeward bound, I'm homeward bound to you. Coming home through stormy nights across. Nothing in the world can part the two of us. Seagulls play out their game. The wind whispers your name. While I'm homeward bound, I'm homeward bound again. Coming home through storm. Linda, en wie zijn dit? Nou, dit is Colors. Ik zal ze even voorstellen. Dit is Denise, dat is een Boliviaanse. Dat is Avin, met heel veel tanden. Ja, dat is Mark. Ah, dat is een groot kruis. Dat is Juan. Juan. En Anoushka. Ja, Anoushka is Froget. Oh, wat leuk. En ze houdt van beesten. Ah, van beesten, dolfijntjes en hondjes en konijntjes. Nee, wildfeesten, beesten. Uit je dak gaan. Uit je dak gaan. Ja. Onderweg naar morgen, zeg. Ja, Juan speelt in Onderweg naar morgen. En Mark heeft de cursus verenigingsleider gymnastiek gedaan. Ach, wat ook nog meer dikkes en datjes? Ja, die Denise, die Zuid-Amerikaanse, die woont in Sneek. En ze heeft gezegd dat ze gaat vierljeppen als ze wint. Wat lijkt me zo koud. Dat lijkt me nou zo koud. En ze hebben één hobby en dat is karate. Laten we zien, kinderen. Oh, succes. Neem een Froget, een snuifje Miss Saigon, een mespuntje, Onderweg naar morgen en een hete Spaanse peper. Laat het geheel mixen met een dressing van Fluitsma en Fontijn en garneer het hele zootje met Eubank. Dan krijg je liedje nummer 3, Colors met Positivity. Mejorar.
toi qui aimerais danser libéré. Quand les choses un peu chaudes se lancent, tu peux me lâcher aller. Jane Talani. Ze is 33 en moeder van 3 kinderen. En dit is haar moeder? Nee, haar man. Ah, de man. Tenminste, bijna. Ze gaan trouwen op 19 maart aanstaande. Maar ja, ze hebben al kinderen. Hoe heten die? Jesmarai, Jodai en Skeyeno. Ja, die namen vind je daar niet terug in zo'n libelle namenboekje, hè? Nee, nee. Kijk, ze laat alvast even de bruidsjurk zien. Oh, wat leuk. Niet kijken, Danny. Niet kijken. Heeft ze nog meer persoonlijke hoogtepunten behalve de man, lang haar en kinderen? Ja, ze heeft opgetreden in de Ridderzaal voor Bill Clinton. Ja, en het gerucht gaat dat ze het jurkje nog in de kast heeft hangen. Ja, zou ze het aandoen, denk je? Ik weet het niet. Haar man ziet de dekkings en haar kinderen zitten achterin. Dag! Nooit meer teruggezien. Nou, ondanks dat we geen live orkest hebben, heeft onze Dick Bakker nu toch alle reden om met zijn stokje rechtop te gaan zitten. Want, het volgende lied is geschreven door zijn zoon, Tom Bakker, samen met Mark van Toor. En Jane had, vind ik eigenlijk, vanavond gewoon een wild vrijgezellenfeest moeten hebben. Want ze trouwt al over 4 dagen, maar ze staat hier gewoon en ze zingt Dreams. Dames en heren, Jane! Emotions home. There
zijn dit nou weer? All of Us, dat zijn 5 hele fijne boys. Oh, maak me gek. Nou, Joël, dat is de jongste. Ja. En ook de slimste van de groep. Ja, die is net van school afgegaan, dat is heel slim. En dan is er Joey, dat is misschien niet de slimste, maar wel de denker van de groep. Ah, ik moet vanavond optreden, even denken. En Alex, dat is echt de leider. Au! Wat lullig. No! Hey, hallo. Lekker ding, kijk eens om. En dan is er ook nog Erik en Fabrizio uit Sicilië. Ja, en die zijn allebei heel erg gek op voetballen. Hey, de slimste. Ze kunnen lekker dansen, joh. Jongens, aan tafel, handen wassen en je netjes voorstellen. Wie zijn wij? Alles! 5 jongens, de broertjes van de meidengroep Close to You, zingen een lied van hun creatieve foster parents, Ed van Otterdijk en Eeg van Kruisdijk. En na afloop komt het Henk Krollelatie-nummer in beeld als u door wil praten. Hier is liedje nummer 5, All of Us met Maybe Love. Donja Bessie. Het zusje van Shirley Bessie? Nee. Ze trad op als Irene Cara en won op haar 15e de Soundmix Show. Ze is gelukkig met thee en met haar man, hoi. En is Bart van de Bos van de Tros? Nee joh, hij heeft een groothandel in kapsalon interieurs. Maar het is wel de grootste familie van Nederland. Nee, want het is het kindje van de zus. En dat is zijn stieftante. En ze hebben een hele leuke hond, een zwarte labrador. En die heet Willy, het is echt een schatje. Ach, wat lief. Gezellig. Oh, heel gezellig. Ja. Hey, niet in het water, hè? Nee, en Willy die is dol op biefstuk. Toch in het water! Oei, eruit! Die hond krijgt wel heel veel aandacht, vind je niet? Ja, ik ben benieuwd wie er zo meteen optreedt. Zij of de hond.
Nou, zij natuurlijk. Ik kon de afgelopen weken echt geen straat inrijden in Hilversum zonder tegen een enorme poster van Donja aan te rijden. Maar ik denk dat als het aan Donja ligt, die posters binnenkort echt door heel Europa hangen. Ze zingt vanavond een nummer van John van Katwijk en het heet Before the Clock Strikes 12. Hier is Donja. Double date, een tweeling. Dit is mijn territorium. God, wat leuk. En dit is mijn domein. Enig. Oh. Het is heel moeilijk om ze uit elkaar te houden. Oh, momentje, een boertje. Maar goed, Isabel heeft haar rood geverfd met zwarte strepen en Barbara zwart met rode strepen. Ja, nou denk je dat het hele brave internetmeisjes zijn, maar de waarheid is anders. Daar hebben ze één verschilletje en het ligt op het puntje van mijn tong. Ik weet het. Een tongpiercing. Oh. Laat zien, hè? Hey, laat zien. Oh, het lijkt me heel moeilijk zingen. De tekst is van Jan Rot en de muziek is van Jeroen Flaman en Jeff Porter. Ook wel Flaman en Abraxas. Ze nemen de internet als kapstok en dan de e-mail. Europese verbroedering, apenstaartje, grenzeloze vriendschap, slash, harpiste, reply, address forward. Voor liedje nummer 7, Double Date met E-mail to Berlin. I wanna hear.
ik ben Rosje Happel en ik hou van muziek. Ja, ik doe al vanaf mijn vierde aan muziek. Ja, en ik componeer ook muziek. Ja, en ik heb de school niet afgemaakt voor de muziek eigenlijk. En ik zing ook muziek, want wat zonder muziek? Voel ik muziek. En ik heb vrienden die houden ook van muziek. Ja, Tjeerd Oosterhuis. Ja, die houdt van muziek. Ja, en van appeltaart. Ja, ik zeg wel eens appeltaart. Maar ik doe ook nog wel wat anders hoor. Oh ja, wat dan? Skileren, maar dan wel altijd met muziek. Ja, anders is het zo eentonig. Ja, en vorig jaar deed ik ook muziek in het achtergrondkoortje van Etzilia in Birmingham. Ja, en als ik win dan skiler ik hoogstpersoonlijk naar Israël. Ja, het kan allemaal ontzettend snel gaan in de showbiz. Het ene jaar sta je nog achter Etzilia te huppelen. En het volgende jaar sta je zelf vol in de spotlights als kanshebber voor Jeruzalem. Met Etzilia zelfs op de eerste rij als fan. Zo is het toch, Etzilia? Ja. Ja. Wil je hem nog even wat bemoedigende woorden toespreken? Nou, we say go. Go, go, go. Niets meer aan toe te voegen. Het liedje van vanavond. Het werd geschreven door niemand minder dan Tjeerd Oosterhuis. Het heet Where is the Time? Dames en heren, Roger Happel. Where were those days when we both felt so fine? Where are those moments where is the time? Try to build love, tried every way. I just can't understand why love couldn't stay. Still feel you near me, but I've gotta be strong. We've gotta get back that time when we still groep. Ik raak ze langzamerhand all mixed up hoor. Is dit nou all of us? Nee, dit is Deante. Oh.
Ja, jongens, blekeren worden jullie niet. Eén van de jongens heet Terras. Nee, Tyrus heet hij. En die is maagd. Eén van de jongens heet Iwan, de verschrikkelijke. Nee, dat is de kapper. Daar zitten ze nu. Oh, Iwan de kapper. En ze hebben allemaal een leuke onderbroek aan. Nou, Roger die houdt van tekenen en Mark is lekker sportief. Ja, en ze houden van kaarten, van kip eten en van lekker vallen en opstaan en uitgaan. Wie was er nou maagd? Tyrus. Oh, als die wint, is er geen maagd meer. Nee, het is een sterrenbeeld, Paul. Oh. Ervan. Nee, dat is nou zinloos gezang. Jerry Wolff is de man achter verschillende succesvolle producties. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Wassenaar van Ross en Iba. Deze man die mocht dus niet ontbreken op dit Nationaal Songfestival. Hij en Roger Griffith, waarschijnlijk familie van Melanie, en Terence Esaias schreven liedje nummer 9, Dionte met We Don't Live Too Long. Was passing me by. Then he looked so deep into my eyes. That's when I asked him what his problem was. And without a doubt, he went for his gun. I started to run without a fight. Cause I knew I was too young to die. Without any doubt, like an Atlantic, I ran straight home. Cause we don't live too long before you know it, another life is gone. Just open up your eyes and see why we should live. Mm-mm-mm-mm. What do we live for? So many. Die ben ik als kind. En die ben ik nu Marleen. Hey, het is dinsdag. Het vuilnis moet naar buiten. Oh, zo gewoon gebleven. Marleen is 27 jaar. Ze is freelance zangeres. En ze was ook een froget. Een froget. Ze houdt van piano spelen. En ze houdt van wit. Maar ook van gezellig beppen aan de telefoon. De bellen. Wist je dat ze de koffietijd-tune heeft ingezongen? Niet waar. En wist je dat ze al een boek had? Ja, daar leest ze wel eens in over Egypte. Dat vindt ze heerlijk, over Egypte lezen. En ze heeft ook een poes. Nee, dat klopt niet. Ze heeft 3 poezen. Ze heeft 3 poezen, die geeft ze ook eten. Ja, en ze heeft ook een drumstel. Ja, en ze heeft ook buren. Helaas wel, ja.
Het allerlaatste liedje van vanavond is er eentje die uit die meer dan 200 vrije inzendingen werd gekozen. Het is geschreven door Tjeerd van Zanen en Ellen Michael. Het heet One Good Reason. Hier is ze, Marleen. Dit waren ze, de 10 liedjes. De 10 kanshebbers. Hoe vond je ze? Nou, Tinky-Winky zou zeggen, nog een keertje. Nou, u krijgt die liedjes straks ook nog even heel kort te horen om uw geheugen op te frissen. Maar we gaan nu eerst... Krijgen ze nog een keer te horen om ons geheugen op te frissen? Nee, niet helemaal. Oh, gelukkig. Oh, ik kan niet wachten. Maar ik ga eerst de vakjury aan het werk zetten. Die hebben allemaal een officieel juryformulier gekregen. En daar kunnen de punten in worden ingevuld. Voor het beste liedje... 12 punten voor het bijna beste liedje. 10 punten. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En zelfs 0 punten voor het minste liedje. Maar daar gaan we niet naar zitten kijken. Nee, maar we gaan wel hopen dat die 0 punten worden gegeven. Nou, ik zou niet weten. Ach, maak het uit, meid. Jury, hebben jullie er zin in? Hebben jullie een beetje genoten? Ja, Ferry, wat ben jij mooi? Maar goed. We gaan iets leuks doen. We gaan iets leuks doen, ja. We gaan namelijk naar we hebben een bijzondere zangeres hier als gast. Vorig jaar werd ze tweede in Birmingham. En ze kon komen.
Het is een echte vrouw. Dat valt dit jaar ook wel heel erg mee. Ze zingt. Ze zong het nummer vorig jaar. Where Are You? En ze is hier. Geef een hartelijk applaus. Imani! Die helemaal niet gaan opstaan. Oké, okay. Goed zo. Het is weer ouderwets. Hey! Ja. Nou ja. Als we nou een live orkest hadden gehad, hadden we het nog een keer kunnen doen. Maar ze had maar één bandje meegenomen en dan houdt het gewoon op. Dus jammer. Ja. Goed. Bye, Imani.
Dan ligt, dames en heren, nu de bal bij u thuis. En wij met z'n tweeën hopen heel erg dat het opkomstpercentage hoger komt te liggen dan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, dat lijkt me niet moeilijk. Moet kunnen. Het gaat vanavond om, het iets, gaat echt om iets echt belangrijks. Ja. Daarom. Wie vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival? Uw stem gaat straks net zo zwaar tellen als die van de vakjury. U kunt meebepalen welke artiest wij naar Jeruzalem sturen. Dus doet u ons een groot plezier. Grijp vanavond de telefoon en vertel ons wat uw favoriete liedje is. U moet vertellen welk liedje favoriet is. U denkt, nou, hoe moet ik dat dan doen? Gaat Linda helemaal uitleggen. Ja, wacht even. Ja, komt ie aan. Het telefoonnummer, dat gaat Linda nu. Oh ja, nou ja, bij. Het telefoonnummer is, nog niet meteen bellen, want er komt nog iets achteraan. 0909-31031. En de laatste twee cijfers die worden dan bepaald door het favoriete liedje van u. Dus bijvoorbeeld liedje 4 is 0909-31031-04. Dus niet 4, maar 04. En voor liedje 10 draait u 0909-31031-10. Begrijpt u het nog? Nou, voor wie het niet begrijpt, lekker naar RTL 4 gaan kijken de rest van de avond. En ik vind dat best. Ik vind het is dat best moeilijk. Het is best moeilijk. Het komt omdat er 10 liedjes zijn dat die nul ertussen moet, snap je? Ah ja, tuurlijk. Ja. Maar mocht u het nou niet helemaal begrijpen, die telefoonnummers komen straks allemaal even langs. Of als u nog niet weet op wie u moet stemmen, kijk nog even goed, want wat krijgen we nu? Ja, maar ik wil even zeggen, het is 1 gulden per minuut, maar je kan net zo lang praten wat je zelf wil. Dus je zegt liedje 10, dan kun je gelijk zeggen, ah, gaat goed, maar ik ga naar Spanje. Oh, dan is het 1 gulden per gesprek. 1 gulden per gesprek, dus hou die lijn niet te lang vast, dan kunnen andere mensen weer bellen. Maar u denkt, ja, ik heb die liedjes net gezien, maar ik ben ze helemaal weer kwijt. Dan krijgt u nu de geweldige... Geheugenopfrissende compilatie. Pilatie. Play out again.
without any doubt, like an Atlantic, I ran straight home. Can we don't live tomorrow? Oh, you know what another life is, girl. I won't let anybody lead us astray. Let the light from me to you will never break or fade away. Give me one good reason and I will keep you too. U kunt nu bellen om uw favoriete liedje aan ons door te geven op die nummers die net in beeld waren verschenen. U kunt niet Portable bellen. Portable, dat lukt niet. U kunt ook e-mailen, maar dat lukt dan ook niet. En u kunt alles nog eens nalezen op teletextnummer pagina 299. Pagina 299, dan de nummers en niet alle liedteksten. Ik heb honger. Heb je honger? Goed, dan mag je kiezen. Ik dacht wel dat jij wel eens honger zou kunnen krijgen, ouwe snaaibaai. Dus ik heb iets voor je. Je mag kiezen. Sushi, nee, koriander of shawarma? Ja, iets even. Shawarma zit leuk in de sfeer van het programma. Ja, zullen we gewoon een shawarma tent tevoorschijn gaan halen? Doe maar lekker. Laat me komen, jongens. Een shawarma tent. Allee, shawarma. La la la. Gast ontvangen voor het tweede gedeelte. Heb jij zin in een broodje shawarma? Ja, met knoflook. Zal ik het persoonlijk even voor je snijden? Goed idee, ja. Ach meneer, mag ik even in beep 2 snijden? Dank u wel. Sluit jij deze even op je mes? Goh, wat een verrassing zeg. En het past ook wel, want we gaan lekker voetbal kijken met z'n allen. Broodje shawarma erbij. Buitenlands voetbal nog wel met Annette van Tricht. Maar na Studio Sport dan zijn we bij u terug met de uitslag. Met uitslag, waarschijnlijk ook van al die knoflooksaus. Blijft u bellen. Die nummers staan op teletextpagina 299. Als u het nog even na wilt kijken, omdat u er nog niet helemaal uit bent. Doet u ons een plezier. Breng uw stem uit en blijf lekker kijken. Want straks dus de uitslag. Tot zometeen. De finale van het Nationaal Songfestival 1999. Hier zijn wederom Linda de Mol en Paul de Leeuw. Van het Nationaal Songfestival. Geef ze nog één hartelijk applaus. Dit waren al de deelnemers van het Nationaal Songfestival 1999. En we weten natuurlijk nog steeds niet wie Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem op 29 mei. De vakjury gaat straks één voor één haar punten geven. En gelukkig gaan we dat niet doen wat u thuis betreft, want dan waren we wel even bezig geweest, want er is massaal... Oh, er is massaal gebeld. Wel 4 miljoen mensen hebben gebeld. Ja. En daar zijn we u allemaal heel erg dankbaar voor. Maar misschien overbodig om te zeggen, u kunt vanaf nu niet meer bellen. En nu komen de namen in beeld van de mensen die niet gebeld hebben. Dat zijn er niet veel. Dat zijn er 12 miljoen. Ja. Zullen we even, gewoon lekker even rondgelopen en praten met de zenuwachtige artiesten? Marleen, ben jij nerveus? Heel erg nerveus. Ja? Ging het goed? Ik weet het niet eigenlijk, want ik was er niet echt bij. Maar je zegt, ik was er niet bij. Ben je tijdens het nummer buiten jezelf getreden? Was je aan Jomanda? Ja, het was net alsof ik in een soort trance was. Oh, heerlijk, meid. Heerlijk. Dus je kan gewoon, als je wint, kan je gewoon thuis blijven. En je ziel gaat naar Israël toe. Ik sta inmiddels bij Double Date, bij Isabel en Barbara. Wat zongen ze ook alweer? E-mail to Berlin. Oh ja. Nou, zingen. Hoe... laat me nou even. Hoe vonden jullie het zelf gaan? Ja, ik weet het niet zo goed, maar
Ja. Het staat eigenlijk in een soort roes, maar... Het was ook een trance. Ja, maar het was hartstikke leuk. Had je last van die piercing in je tong? Nee, niet echt, maar... Ja, we hebben hartstikke veel lol gehad. Dat is het belangrijkste. Ja, zenuwachtig wel, hè? Ja, we waren zenuwachtig, maar nu is het wat afgevallen en ja... Neem een lekker broodje shawarma, hè? Ja, ik sta hier. Wij hebben een telefoontje gekregen van de hele redactie van Koffietijd. Hoe krijg je dat haar zo? Iwan. Oh ja, Iwan? Of doe jij Iwan? Iwan. Hoe heb je dat gedaan? Doe je dat met spuitbussen of hoe doe je dat? Doe met een kwastje. Met een kwastje? Met een kwastje met blondeersel. Maak je het gewoon een schabloontje, zeg maar, eerst. Laat je hem intrekken. Spoel je hem weer uit. En dan zet je weer een mooi schabloontje eroverheen. Laat je intrekken. Krijg je de andere kleur. Haal je weer eruit. Dan krijg je, zeg maar, zo'n patroon. Nou, u kunt dit ook nalezen op teletext. Hey, maar het is wel mooi. Heb je al bijnamen dat ze je bijvoorbeeld Simba noemen of zo? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar het kan er vannacht weer uit. Het kan er vannacht weer uit. Weet je, vanavond een blind date hebben opeens. Woef, opeens is alles weer gewoon blond. Camouflage. Ja, waren u nerveus, jongens? Nee, niet echt. Helemaal niet? Nee, niet echt. Nee, nou heerlijk, jongens. Linda, jij weer. Ja, ik sta bij Colors. Positivity, positief. Dat jullie optreden in de zaal goed aankwam. Maar volgens mij kunnen we jullie onmogelijk naar Israël sturen in witte pakken. Dat kan niet. jullie moeten echt iets anders aantrekken. Jij mag weer. Jane, jij hebt al een stukje van je bruidsjurk aan, zie ik. Ja. Ik denk, ik neem een stukje mee. Voordeliger ook, hè? Precies. Wordt het leuk om te zingen? Hartstikke leuk. Ja, wat denk je zelf? Weet ik niet, hoor. Nee, ik heb hele fijne, positieve berichten gehoord. Oh, zo fijn. Ja. Hey Tamara, hoeveel kost een haring met uitjes en zuur? Wil je een kleine of een grote haring? Nou, ik wil natuurlijk een grote. 2,75. 2,75. En dan fileer je hem helemaal. Ja, ja, oh, heerlijk, ja. Heerlijk, heerlijk. Lekker, hè? Ja, ja. Maar vind je nou leuk, het is wel leuk als je maandag dan weer, als je dan wint. Nou, en maandag heb ik vrij. Heb je maandag vrij? Dinsdag moet ik weer aan de slag. Ach, leuk. Maar de mensen komen natuurlijk wel even een haringje bij je happen. Ja, dat hoop ik wel, ja. Kan Jantje Smit bij die bank van die kraam, of niet? Ja. Dat is heel klein. Ja, nu wel. Hij is iets gegroeid. Hey, je hebt toch een duo gevormd met die... Met Ben, met Tarzan. Ja, ja. Nee. Hoe heet die Ben? Hoe gaat het met Ben? Heel goed. Niet jaloers? Nee, absoluut niet. Waarom? Jullie blijven goede vrienden. Natuurlijk wel. Ja, dat heeft Franklin Brown ook gezegd tegen die anderen. Maar goed. Maar Franklin Brown zegt wel vaker rare dingen. Goed, Linda, jij. Olivas, hebben we nog niet gesproken. Stel nou even heel negatief gedacht, want we gaan van het goede uit natuurlijk, maar jullie eindigen laag. Wordt het dan weer allemaal all of me, of gaan jullie door met Olivas? Nee, we gaan absoluut door. Wat er ook gebeurt... Waar is die fles drank? Linda, je moet even... Die Alex, die kan heel goed wakku-wakku nadoen. Ja. Doe even een kip. Maar speciaal voor Paul. Ja, dank u. Maar speciaal voor Paul zou ik nog een andere doen. Viola Holt is terug. Ik kan me voorstellen, want we kunnen niet met iedereen praten, maar ik kan me voorstellen dat mensen nu net ingeschakeld hebben, die hebben gewoon een avondje leuk gehad. Die denken, wat is er nou toch in godsnaam gebeurd in Nederland op Nederland 2? We hebben het Songfestival gehad. We laten u nog een hele kleine compilatie zien van de 10 liedjes. En dan komen we toe aan de juryuitslag. Hier komt de kleine compilatie. Better way inside of you.
Morrissey. Ik denk dat het de hoogste tijd is dat wij de vakjury om haar mening gaan vragen. En we worden daarbij scherp in de gaten gehouden door de voorzitter van de jury, Willem van Beuzenkom, en de notaris, mevrouw Van Bergen. Daar zitten ze. Geef ze een applausje, dames en heren. Willem, we hebben vorig jaar in de RAI erg veel ingrepen van je gehad. Heb je het een beetje bijgehouden? Ja, ik geloof dat het een stuk of 5 waren. En wanneer zakken we? Bij meer dan 5, hè? Bij meer dan 5, ja, is het absoluut. Over. Ja, ingrepen, dan denk ik mensen opeens dat Willem een chirurg is. Maar ingrepen zijn dan, als wij de puntentelling niet goed op een rijtje hebben, ja, hè? Dan grijp jij in. Het ging vorig jaar fantastisch, ja, dus ik denk dit jaar ook. Ja, je neus is 10 centimeter groot. Ja, daarom. Nu, hè? Mevrouw Van Bergen, bent u een beetje enthousiast? Ja, weet ik wel. Mevrouw Van Bergen, bent u een beetje een enthousiast songfestival-liefhebber? Ik ben het wel geworden nu, ja. Ja? Dan moet je nog eens een keer naluisteren allemaal. Maar goed. Ik kan niet liegen. Nee. De juryformulieren die zitten op dit moment keurig opgevouwen in een pita broodje. Ja, verzegeld. En misschien is het wel leuk om even de eigenaar van deze zwarme tent een hartelijk applaus te geven. Els en Arjan Arafat. De pita broodje komt uit handen van het eerste jurylid. Daar is hij, Ferdy Bolland, dames en heren. Hi Ferdy, hallo. Hi. Zo. Ik wist het niet, maar je schijnt in een grijs verleden meegedaan te hebben aan het Nationaal Songfestival. In een grijs verleden. Net als een grijs verleden. Ja. Ja, dat is inderdaad een heel grijs verleden. Samen met Rob? Samen met mijn broer nog altijd. En toen ook. Ja. En die beelden heb je waarschijnlijk niet. Nee. Nee, precies, heel goed. Dat hoopte je al. Nee, ja, dat was Hoe hoog zijn jullie geëindigd? Nationale voorronde tweede. En toen heb je het nog eens geprobeerd met Sandra. Ja. Het Songfestival, bedoel ik. En beide dingen. Meerdere dingen geprobeerd op het Songfestival. Ja. En dat was geloof ik wel een groot succes, toch? Colorado? Ja, dat was in Israël. Ja, dat was oké. Ja. Hoe vond je het vanavond? Nou, erg leuk. Ik moet zeggen, uit eigen ervaring weet ik hoe ontzettend veel werk en energie in elke act wordt gestoken. Dus ik heb enorm veel respect voor al die mensen en de schrijvers en alles wat erbij zit. Nou, kom op met je pita broodje. Oké. Even kijken. Oh. Daar gaan. 1 punt heb ik voor heel leuke act Double Date. Email to Berlin. 1 punt voor Email to Berlin. Die zijn van de nul af. Een goede start. Goede start. Dat is een goede start, maar goede start. Ja. Voor hoe lang? 2 punten voor de groep All Mixed Up met het nummer Forever Night and Day. 2 punten voor Forever Night and Day. En 3 punten voor? 3 punten voor Danja met Before the Clock Strikes 12. Before the Clock Strikes 12, 3 punten. 4 punten voor Tamara en Coming Home. Coming Home, 4 punten. 5 punten, Roger Happel. Roger Happel. Roger Happel, Where is the Time? Where is the Time, 5 punten. Dan met 6 punten is bij mij geëindigd de groep Colors met Positivity. 6 punten voor Positivity. De belangrijkste 3, heel moeilijk, liggen heel dicht bij elkaar. 8 punten gaf ik aan een hele goede zangeres Jane met het nummer Dreams. 8 punten. Als ze heel blij zijn. En dan 10 punten voor een hele originele act, vond ik zelf. Hele mooie zang. Diante met We Don't Live Too Long. We Don't Live Too Long krijgt 10 punten. En dat betekent dat je 12 punten gaan naar of All of Us met Maybe Love of One Good Reason van Marleen. Je mag het zeggen. Mijn 12 punten gaan naar een heel goed nummer, maar ook een hele goede zangeres. Marleen met One Good Reason. Ferdy Bolland, onze tweede jurylid, Frederike Spicht. Hi. Hallo, ik ben erbij. Frederik, vorig jaar deed je mee met Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. Hoeveelste ben je geworden toen? Derde. En wat is er sindsdien gebeurd? Ik heb net 12.000 cd's verkocht. Zo. In het Nederlands, toch? In het Nederlands, ja. Ja, heeft dat iets met het Songfestival te maken gehad? Ja, ik had nog nooit Nederlands gezongen, dus dat was in mijn geval. Ik ben net op tijd, zeg maar, aan het Nederlands begonnen. En
Ja, het loopt goed. Goed. Het loopt heel goed. En jullie hebben geen spijt van dat je vorig jaar meegedaan aan het Nationaal Songfestival. Nou, geef me dan maar je punten. Ja, oké. Okay. Nummer 1. Nee, dat moet ik zo niet doen. Nee, 1 punt voor all of us. 1 punt voor all of us. Ook van de nul af. Maybe love. Maybe love. Is van de nul af. 1 punt voor maybe love. 2 punten voor... Wacht even. 1 punt voor maybe love. Wakker worden. 1 punt voor maybe... Ja, dat is 1 punt voor maybe love. All mixed up. 2 punten. Forever night and day. Forever night and day. 2 punten. Color positivity. 3 punten. Positivity. 3 punten. Komt ermee op 9 punten. Double date. Email to Berlin. Ja, vond ik grappig. Vond je leuk, punten? Ja, ik vond het ontzettend vervreemdend. En ik was blij dat ik een keer wat vervreemdends meemaakte. Maar je geeft het 4 punten, hè? Ja, 4 punten. Oké, 4 punten voor het vervreemdende email to Berlin. Yes. Donia, before the clock strikes 12. 5 punten. Before the clock strikes 12. 5 punten. Jane. Dreams met 6 punten. Dreams van Jane krijgt 6 punten. Deontay, we don't live too long, 8 punten. We don't live too long, Deontay, 8 punten. Roger Happel, where is the time, 10 punten. Where is the time, krijgt 10 punten van Frederik. En de 12 punten kunnen gaan naar... Marleen, one good reason. Even kijken naar een tussenstand. Nou ja, tussenstand. One Good Reason staat nu nummer 1 met 24 punten. Wordt gevolgd door We Don't Live Too Long met 18 punten. Maar er kan nog heel veel gebeuren. Kan nog van alles gebeuren. Wij verwelkomen het derde jurylid en dat is Wessel van Diepen. Yo. Hoi. Hey. Hallo. Ik mocht het niet vragen van Paul, want hij vond het een te hoog libellen gehaald te hebben. Maar ik doe het toch. Hoe is het met de baby? Ja, heel erg goed. Hoe is het met de baby? Maar ik zou je zeggen, mijn hele leven heeft nu een hoog libellen gehaald. En ik geniet er heel erg van. Mooi zo. En hoe gaat het met je vrouw? Zijn de hechtingen eruit? Of zit ze alweer op die motor? Nee, ze zit alweer op de motor. Ja, is ze hier in de zaal? Ja, zit ze hier? Daar volgens mij. Oh, gaat goed? Hé, hoe is het? En ben je aan... Maar wel borstvoeding of zit je aan de ultrafiet? Nou, we horen dat wel, maar ik geloof dat ze nu aan het afkolven is. Dus kom op, kom met je punten. En toch hou ik van je. Gek is dat. Ja, maar goed. Dat is okay. Heel gek. Dat zeggen vaak mannen tegen mij. Ik had Where is the Time van Roger Happel op 1. Nee, die krijgt 1 punt. Oh, jij krijgt 1 punt. Where is the Time van Roger Happel? 1 punt. Maybe Love krijgt er 2. Maybe Love. Maybe 2 love. Punten voor all of us. Ja, het is mijn jurylid. Maakt niet uit. Oh, oké. Okay. Ga door. Nou, dan krijgt Forever Night and Day er 3. Forever Night and Day. 3 punten. Ik had 4 punten voor Donia. Before the clock strikes 12. 4 punten. Dan komt daarmee op 12. Een groep die, mochten ze dit niet winnen, ongetwijfeld hoog over de hele wereld in het lijst te komen. Want ze zijn echt heel goed. DNT, We Don't Live Too Long, 5 punten. 5 punten! Maar je vond het niet geschikt voor het Songfestival. Nee. Ga door. Dan We Don't Live Too Long, 5 punten. Ja, DNT, One Good Reason, 6 punten. Oeh, dat is verrassend. 6 punten voor Marleen met One Good Reason. En nu we het toch over verrassend hebben... 8 punten voor Email to Berlin. Dat is heel verrassend. Ja. 8 punten voor Email to Berlin. Kun je het even uitleggen? Nou kijk, muziek is emotie. En dit deed echt wat met me. Ik heb echt de beste 4 minuten van de laatste tijd gehad. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik vind die meiden leuk. Ik vind het liedje heel goed trouwens. Echt heel goed. Dus, 8 punten. Ik kan het weten, want je hebt miljoenen hits heb je gescoord, hè? Als producer. Nou, ik haal de koffie, want anders die maakt de muziek. Maar ja, je bent wel dat. Slim. Ja. Soms. Dreams, Jane, hele goede zangeres. 10 punten. 10 punten voor Jane. Die komt op 24 punten. En dat betekent dat jouw 12 punten of gaan naar Tamara's Coming Home... of naar Positivity. Ja. Ben benieuwd. Laten we nu de staking krijgen van de FNV. Maar nee. 12 punten. Colors. Positivity. 12 punten van Wessel van Diepen. Dank je wel, Wessel. Tot ziens. We gaan naar onze volgende jury, dat is Harry van Hoof. Harry. Hallo.
Dankjewel. Geef mij het bakje maar. Zeg Harry, hoe vaak heb jij nou het Songfestival gedirigeerd? Ik denk in 24 jaar ongeveer 18 keer. In 24 jaar dat jij dirigent was van de Metropoolcast, heb je 18 keer gedaan. Ja. Mis je dat nou? Je hebt vorig jaar waarschijnlijk thuis gezeten. Ja, nou, ik mis het eigenlijk wel een beetje. Ja, inderdaad, het was altijd een hele gezellige sfeer. En zeker als we dan op een gegeven moment naar een ver land gaan. En in de bar op een gegeven moment ook terechtkomen. In de bar uiteraard, ja, dat is ook heel gezellig. Wat vind je, waar moet nou een goed liedje aan voldoen? Ik denk, ik gooi er maar eens even een lekkere vraag tegenaan. Waar moet nou een goed liedje aan voldoen, Harry? Wil dat nou eens hoge ogen gaan scoren in Jeruzalem? Ja, ik denk dat het, wat ik vanavond gemerkt heb, als je op een gegeven moment 3 minuten lang de aandacht blijft houden voor een stuk. En niet dat je op een gegeven moment na een paar maten wegzakt. En dat is... Nou, ik vind het een geweldige... ik ben het er absoluut mee eens. Ja. Heb je punten? Ik heb punten, jazeker. Nog een paar. Oh, je hebt ook een leesbril, zie ik. Wat leuk. Ja. Even kijken, hoor. Oh, dat staat veel leuker. Ja. Vind je niet, ja? Een beetje de Ursula de Geer. Ja. Even kijken, 1 punt... Forever Night and Day van All Mixed Up. 1 punt, Forever Night and Day van All Mixed Up. 2 punten, We Don't Live Too Long. We Don't Live Too Long, 2 punten voor Diante. 3 punten voor Positivity. Positivity van Colors krijgt 3 punten van Harry. Heel goed stuk, 4 punten. Tamara, Coming Home. Tamara, een heel goed stuk. Krijgt 4 punten. Coming Home. En ze snijdt de uikens en zuur heel snel. Oh, kijk eens aan. 5 punten. Maybe Love, All of Us. Maybe Love, 5 punten. Komt ermee op 8 punten. 6 punten. Van Jane Dreams. Dreams van Jane krijgt 6 punten. Komt daarbij mee op 30 punten. Roger Happel, Where is the Time? 8 punten. Roger Happel, Where is the Time? Krijgt 8 punten. Wordt spannend. 10 punten. Before the Clock Strikes 12. Before the Clock Strikes 12. Krijgt 10 punten. Donia. En 12 punten. Heel spannend. E-mail to Berlin of One Good Reason. Harry, maak ons gek. Maak ons wild. Geef die punten. One Good Reason. One Good Reason. 12 punten van Marleen. Heel erg bedankt, Harry. Even een tussenstand, ja. Met 42 punten op dit moment nog steeds aan kop. One Good Reason van Marleen. En als ik snel kijk, gevolgd door met 30 punten Jane and Dreams op de 2e plaats. En We Don't Live Too Long op de 3e plaats. En dan hebben we ook nog Positivity met 24 punten. En Where's the Time met 24 punten. Linda, allemaal nog kansen. Het is gewoon super heel spannend. Erg spannend. Wel gek van de spanning. Ik word ook gek van de spanning. Zullen we even uitgaan voor de reclame? Nee, goed, we gaan de volgende dingen samen. We gaan door met het 5e jurylid. Dames en heren, Henk Langerak. Ja, geef mij het bakje maar. Ik heb al een heel stapeltje. Als ik goed begrepen heb, 27 jaar bij het AD. En hoe vaak al het Songfestival verslagen? 11 of 12 keer. Ik ben zelf de tel een beetje kwijtgeraakt. Dus wel Songfestival kenner. Ja. Is er nou ooit een liedje geweest dat gewonnen heeft, waarvan u geschreven heeft, dat kon niet, dat was zo slecht, dat had nooit mogen winnen? Ik vond destijds Sandra Kim niet zo best. J'aime la vie. Juist, ja. Dat vond jij niet goed? Nee. Zo, stoer om het zo te zeggen. Oh, wacht maar tot ik mijn punten ga zeggen. Ik wou net zeggen, we zijn nu erg nieuwsgierig geworden. U mag. Want ik zou ook wel strafpunten willen geven. Ja? Nou, hey, kom op. Bederf de sfeer hier niet. Ja, nou, ik vind dat er weinig verrassende liedjes zijn. Nou, Henk, kom nou toch. Voel je weinig verrassingen? Ja, weinig. Heb je niet af en toe dubbel gelegen? Oh ja, dat wel. Dat is toch ook verrassend? Ja. Zal ik maar? Ja, doe maar. Nou, voor Donja met Before the Clock Strikes 12, 1 punt. 1 punt. Before the Clock Strikes 12. Forever Night and Day, 2 punten. Forever Night and Day, 2 punten voor het eerste liedje. Where is the Time, 3 punten. Where is the Time van Roger Happel, 3 punten. Positivity, 4 punten. Colors met Positivity, 4 punten. One Good Reason, 5 punten. 5 punten voor Marleen met One Good Reason. Ik had je gewaarschuwd. Maybe Love, 6 punten. Maybe Love, 6 punten voor All of Us. Dan Close Harmony, vond ik heel mooi, van Deante, of Diante. Diante, ja. We Don't Live Too Long. We Don't Live Too Long, 8 punten. Een hele mooie stem van Jane met Dreams,
10 punten. Dreams, 10 punten. En nu even spannend maken. En nu wordt het spannend, want... Het gaat tussen E-mail to Berlin en Coming Home. Weer. Ja. En ik zal zeggen waarom ik dit nummer gekozen heb. Het is een beetje een combinatie van wat je leuk vindt en waarvan je denkt dat het internationaal wat gaat doen. Oh, ik denk dat het E-mail to Berlin gaat. Moeilijk, hè? En wij kennen die sound allemaal, maar voor het buitenland is het nieuw. Dus ik kies voor... Ik denk dat de vis nu duur betaald gaat worden. Tamara met Coming Home. Tamara met Coming Home. Tamara. Hartstikke goed, Tamara. Ik wil er heel erg bedankt. Dank je wel. Tamara, 12 punten van Henk Langerak. Lekker, hè? Ik zou de vis nu inpakken in het AD als ik jou was. Ja. En we hebben nog niet één ingreep gehad. Gaat hartstikke goed, hè, Willem? Heel erg goed. Gaat echt fantastisch. Hartstikke leuk. Nog steeds aan kop met 47 punten Marleen met One Good Reason. Maar Jane komt naderbij. Die zit inmiddels ook in de 40. En daarna komt er toch een hele tijd niks. Dus voorlopig gaat het tussen Marleen en Jane. En jij mag weer. Ik mag weer. Ik ga haar aankondigen. Het is een van de grootste en mooiste stemmen die we op dit moment hebben. Ze is operazangeres Charlotte Margiono. Hallo. Ik zeg Charlotte, maar ik moet eigenlijk zeggen mevrouw Margiono. Omdat je toch een opera vedette bent. Wat is de laatste aria die u uit uw strot geperst hebt? Nou, sinds ik met jou een duet gezongen heb, ben ik gewoon Charlie, hoor. Oh, ben je gewoon Charlie? Ja. Maar kun je nou voorstellen dat... Als er nou een Eurovisie Opera Festival gehouden zou worden, zou je dat willen doen? Ik zou wel in de jury willen zitten. Niet, maar nooit zelf doen? Nee. Waarom niet? Ik hou niet van wedstrijden. Dat vind je niet lekker. Dan kan je verliezen. Dat is altijd rot. Ja, ook dat, ja. Toch? Ja. Ja. En het brengt allerlei spanningen met zich mee die eigenlijk niet altijd met het vak te maken hebben. Nee, maar zei Freud niet, het gaat niet om het winnen, het gaat om het meedoen. Dat heb ik nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Maar goed, ik dacht, ik probeer het maar een keer. Charlotte, geef even je punten. Op gaan eten. Geef je punten. Ik ben heel benieuwd hoe jouw uitslag gaat luiden. Het is niet echt revolutionair, maar wel moeilijk. We don't love too long, 1 point. We don't live too long, 1 punt van Diante. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. We don't live too long had 1 punt van Marcelotte Margiono. En dan 2 punten naar Before the Clock. Wat is het de rest? Strikes 12. Hey. Ja, het moest... Before the Clock strikes 12 van Donia, 2 punten. We moesten dit in 10 seconden opschrijven. Je had 3 kwartier. Nee. Coming Home, 3 punten. 3 punten van Tamara, Coming Home. 4 punten, Forever Night and Day. Forever Night and Day, 4 punten. Maybe Love, 5 punten. All of us, Maybe Love, krijgen 5 punten. Positivity, 6 punten. Colors van Positivity krijgt 6 punten. Where is the time, 8 punten. Where is the time, 8 punten. Dreams, fantastisch nummer, 10 punten. Jane met Dreams krijgt 10 punten. Mensen, ik heb een déjà vu, maar het gaat weer tussen E-mail to Berlin en One Good Reason. We houden de spanning erin. Mevrouw Margiono, geef u 12 punten, alstublieft. One Good Reason. One Good Reason, 12 punten. Ik doe een tussenstandje. 59 punten, One Good Reason. 50 punten, Dreams. Daarin is niks veranderd. En dan zit er nog een groot gat eigenlijk. We Don't Live Alone met... Nee, Where's the Time met 35. En dan Positivity met Colors. En We Don't Live Alone voor Diante met 34 punten. Het volgende jurylid. Ja, misschien moeten we even voor de duidelijkheid zeggen. We krijgen nog 2 juryleden. Maar dan wordt er natuurlijk nog niet echt gejuicht. Want straks komt die televoting. Uw stemmen thuis, die wegen net zo zwaar als die van de vakjury. Dus het kan nog allemaal heel anders worden. Hoewel het natuurlijk wel leuk is als je wint bij de vakjury. Dus we gaan gewoon door met het volgende jurylid, Dien Goree. Yo! Hey. Hallo. Hoi. Hi. Hello. Mooi pak. Hi. Dank je wel. Heel mooi. Je hebt in januari zelf een single uitgebracht. Samen met 2 andere voetballers van Ajax. Ja. Was het een hit? Niet echt een hit. Maar voor ons is het wel een hit. Ja, het is Ajax nu ook niet. Nee, dat heb je gelijk. Nee, maar een goede tip. Dat vroeg ik me inderdaad af, omdat het toch al niet zo lekker gaat met Ajax. Wat vindt zo'n Jan Wouters daar dan van dat je cd's gaat maken?
Die vinden het geen probleem. Geen probleem? Nee, zolang het maar niet ten koste gaat van het voetballen. En dat ging het niet? Zeker niet. Mooi zo. Want dat gaat nou weer heel goed. Het gaat weer lekker. Goed, wil je dan alsjeblieft je punten bekendmaken? Okay. Ik neem je bakje wel van jou. Dankjewel. Ja. Spannend, hè? Mm-hmm. 1 punt. All of Us met Maybe Love. Maybe Love. 1 punt van Dien Goré. 2 punten voor Donja. Before the clock strikes 12. 2 punten before the clock strikes 12. Donja komt op 27. 3 punten All Mixed Up. Forever Night and Day. 3 punten voor Forever Night and Day. Die komen op 17. 4 punten naar Collis. Positivity. Positivity. 4 punten. 38 in totaal. 5 punten Tamara. Coming Home. Coming Home. Tamara. 5 punten. 6 punten Marlene, One Good Reason. Hey, 6 punten voor One Good Reason van Marlene. Verrassend. Leuk. 8 punten voor Jane met Dreams. Dreams krijgt 8 punten en loopt nu iets in op Marlene. 58 punten. 10 punten Roger Happel. 10 punten gaan naar Roger Happel. Where is the time? Die komt op 45. Nou, het is weer spannend hoor. Ja. We don't live too long of e-mail to Berlin zeggen. Oké, okay, 12 punten. Ga naar? Diante. We don't live too long, 12 punten. Ik dacht het al. Ja? Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Dien. Tot ziens, Dien. Oké, precies. Okay. Nou, handje, Linda. Hij wil sorry, neem me niet kwalijk. Okay. Ik was helemaal in de stand. Sorry, Dien. Sorry, Dien. Excuus. Ja, maakt niet uit. Ja, heel onbeleefd. Ja, bel morgen even met hem. Ik zat helemaal in die punt. Ik dacht dat het veel veranderd had, maar nog steeds... Mensen komen, ze gaan weggeven voor een handje. Ik weet het, het kan in Duitsland misschien anders zijn, maar... Oh, dan. Jane is wel iets ingelopen. Jane is een beetje ingelopen. 58 punten, 65 voor Marleen. En wie staat er nu op de derde plaats? Ik denk We Don't Live Too Long met 46 punten. Ja. Diante nu op de derde plaats. Nog 1 jurylid te gaan en jij mag weer. Ze is hier en ik ben blij dat ze er is. En ze gaat de punten aan ons vertellen. Sugarly Hooper! Hallo, Sugar Hunt. Dag, Lin. Hallo. Meneer, vertel alles over je haartransplantatie. Het is weer mislukt. Zou jij mee willen doen aan het Nationaal Eurovisie Songfestival? Ja. Maar ja... Je wordt niet gevraagd, hè? Nee, ik ook niet. Goed. Zou dat nou komen? Naar de Dolls haar, denk ik. Ja, dat zou het Maar het zou wel een verrassing zijn als jouw betrokken... Ja, we hebben Diva ook al gehad. Ja. Ik denk dat het wel heel verfrissend zou zijn. Het zou heel verfrissend. Voor de rest van de wereld. Ja, heel verfrissend. Zullen we geen duetje doen volgens mij? Zeg je, leuk duetje nou, volgens mij. Daar bellen we nog over, hè? Ja. Of we kunnen erover e-mailen. Wat denk je daarvan? Ja, dan moet ik helemaal naar Berlijn. Paul de Leeuw, apenstaartje, fuck off. Wil je het nou weten of niet? Ja, oké. Okay. Want je bent de laatste van de vakjury. Dan wordt het heel spannend. Dan gaat Linda enorm wiskundig doen. Maar ga jij nou eens even vertellen de laatste punten van de vakjury. Ah, nou, ik ga er even voor staan. Nou, je stond al een tijdje. Nou ja, voor staan bedoel ik dat ik niet kan lezen. Ah. 1 punt. All of Us. Maybe Love. Maybe Love krijgt 1 punt van Sugarly. 2 punten. All Mixed Up. Forever Night and Day. Forever Night and Day. 2 punten. 3 punten, Donja, before the clock strikes 12. Before the clock strikes 12, 3 punten. Nee, ik herhaal het voor de doven en slechthorenden. Ga maar door. Het is een dominee die naast me staat. 4 punten, Colors, Positivity. En hij zei de 4 punten, Positivity, Colors. 5 punten? Ja, ik moet wel, jongen. Tamara. Tamara, coming home. Coming home, 5 punten. 6 punten, Dante, We Don't Live Too Long. Dante, 6 punten, met We Don't Live Too Long. 8 punten, Jane and Dreams. Dreams krijgt 8 punten. 10 punten, Roger Appel. Roger Appel krijgt 10 punten met Where Is The Time. En de 12 punten gaan weer tussen E-mail to Berlin of One Good Reason. Marlene, One Good Reason. One Good Reason, 12 punten. Dank je wel. Ja, het is goed. Bedankt. Dank je wel. Wij komen daarmee.
Wij komen daarmee bij een tussenstand. Nogmaals, het publiek heeft het laatste woord. Maar de vakjury heeft dus bepaald dat One Good Reason op de eerste plaats staat met 77 punten. En dan komt Dreams met 66 punten. Dan Where is the Time met 55 punten. En dan 52 punten voor We Don't Live Too Long. Ik ga vast vertellen dat als zometeen er een gelijke uitslag is door de televoting, dan zal het liedje wat de meeste punten bij de... Nee, bij de publieksjury heeft. Nou, mijn het nou ach, ja, Linda, neem het even lekker van me over als je wil. Ik ga vliegtuig bouwen van de Julie Hooper uitslag. Het is het moment waar ik me enorm over verheugd heb. Dat is weer die ingewikkelde uitleg over de puntenverdeling van de publieksjury. De vakjury heeft zojuist in totaal, je moet wel opletten, want je moet het zo samenvatten, 408 punten weggegeven. En we hadden al gezegd, de stem van u thuis telt net zo zwaar als die van de vakjury. Dus u heeft ook 408 punten te vergeven. Dat betekent dat als bijvoorbeeld liedje 6 25% van de publiekstemmen heeft gekregen, liedje 6 25% van 408 is 102 punten krijgt. En dat wordt allemaal netjes afgerond. En mochten we inderdaad de gelijke stand hebben, dan telt de stem van het publiek het zwaarste. Nou, vat het even samen. Kan de autocue een beetje teruggedraaid worden nu? Ja, het is gewoon zo, als het meteen als klaar is en het liedje met de meeste punten, die heeft gewonnen. Het is zo simpel. Eigenlijk een Belg kan de was doen. Ja. Goed, de televoting wordt ons gemeld door iemand van het volk en hij kon komen. Het was de man die een beetje kritiek had op de gang van zaken van dit Nationaal Songfestival. Ja, extra leuk dat hij het komt vertellen. En het is extra leuk dat hij sowieso het huis is uitgekomen. Hier is die Tweede Kamerlid voor D66, Boris Dittrich. Hallo. Hallo. Ja, even misschien voor de mensen die dat niet zo gevolgd hebben. Wat was nou precies uw kritiek? Leuk dat keppeltje. Het is het moderne keppeltje. Ik vind het zo jammer dat er geen Nederlandse liedjes meedoen. En... Moet je verbeteren. Ja. Het zijn, je bedoelt Nederlandstalige liedjes, want het zijn natuurlijk wel Nederlandse liedjes, alleen met een andere taal. Precies, en ik vond het eerlijk gezegd ook heel moeilijk te verstaan af en toe. Maar ik vind het zo jammer, omdat we... Nou, misschien had je dan gewoon je opleiding af moeten maken. En dan nog. Maar ik vind het zo jammer dat, dat we eigenlijk niet trots zijn op onze Nederlandse taal. Maar het was volgens Willem van Beuzenkom helemaal geen criterium. Er werd gelet op de kwaliteit van de liedjes en niet op de taal. Maar ik denk dat als je kijkt naar groepen als ACDA en de Munnik, als je Volumia ziet, allemaal goede groepen, goede zangers. We hebben hele goede Nederlandstalige, Friestalige liedjes. Dus ik hoop volgend jaar dat er in ieder geval het publiek daar een keuze tussen kan maken. Maar dan zal er ook meer ingezonden moeten worden, want de keuze was heel erg beperkt. Hebben we Ik hoop sowieso volgend jaar dat D66 nog in de Tweede Kamer zit. Dat hoop ik ook. Maar het is natuurlijk waar. Het is jammer dat er geen Nederlandstalig nummer hier aan de bak is. Het is gewoon, er is een selectiecommissie geweest, die heeft geselecteerd. En die moeten we gewoon vertrouwen. Dit waren de beste 10 liedjes, althans de diverse 10. Misschien over één liedje valt nog te discussiëren. Maar dit waren dan de beste 10 liedjes die wij konden brengen voor dit Nationaal Songfestival. U kunt mij thuis gerust e-mailen als u het er niet mee eens bent. Goed. We zouden het graag willen dat u het zo spannend mogelijk maakt. Ja, en het lijkt ons dus het beste om zeg maar onderaan te beginnen. Dus het liedje dat de minste punten heeft gekregen. En zo op te werken naar het liedje dat de meeste punten heeft gekregen. Ik geloof dat ik dat snap. Dan weten we het. Ja. Oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. Ik denk dat het grote publiek nog niet echt aan e-mailen gewend is. Want Double Date met E-mail to Berlin heeft uiteindelijk 6 punten gekregen. 6 punten voor E-mail to Berlin. 2%, en dat komt neer op 9 punten, is gegaan naar All of Us met Maybe Love. 9 punten voor Maybe Love. All of Us heeft het niet gehaald. We gaan door. All Mixed Up, Forever Night and Day, heeft 3% en dat is 13 punten gehaald. 13 punten voor Forever Night and Day. En ook die gaan niet naar Jeruzalem. En dan springen... Oh, nou, Linda. Ja. Nee, maar zo is het toch? Maar ze kunnen op vakantie naar Jeruzalem. Ja, oké, okay, maar niet voor ons. Ze kunnen zo'n El Al boeken met drie motoren. Nee, ik maak het spannend. Dan springen we naar 25 punten, dat is 6%. Voor Donja met Before the Clock Strikes 12. 25 punten, Before the Clock Strikes 12. Nou, die borden kunnen ook weer weg uit Hilversum. 26 punten.
Die gaan naar Colors met Positivity. 26 punten voor Positivity, 68 punten totaal. Dan heeft het publiek 27 punten, dat is 7%, gegeven aan Where is the Time van Roger Happel. 27 punten voor Where is the Time van Roger Happel. Happel. 30 punten gaan naar Dreams van Jane. 30 punten voor Jane en Jane komt dus op een totaal van 96 punten. En dan gaan we naar huis, naar Tamara met Coming Home. 50 punten. Zo, 50 punten voor Tamara. Hoeveel procent is dat? 12% wacht even, van de stem. Wacht even. Dit is spannend. Wat staat er nu bovenaan op dit moment? Als we nu opeens een werkonderbreking zouden hebben van 3 dagen... dan zou Dreams nu gaan, geloof ik, met 96 punten. Maar we hebben er nog 2 te gaan, meneer Dietrich. Zo is dat. Verlos ons. 12,5%, dat is 51 punten, die gaan naar, ik vind het een hele moeilijke naam om uit te spreken, Deontay met We Don't Live Too Long. 51 punten, die komen op 103. 51 punten komt erbij op 103. Nou, vertel het dan maar. En dan gigantisch veel punten, namelijk 42% van alle bellers. Dat zijn 171 punten. En die gaan van het liedje en dat zijn Tjeerd van Zanen en Ellen Michael. Marleen, kom hier. Kom erbij. Marleen. Marleen zat te huilen. Ja. Nou, terwijl Marleen nog steeds niet weet waar ze toe moet komen. Marleen, kom op. We gaan even afscheid nemen. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Dank u wel voor het bellen. En we hebben een fantastische winnaar. Marleen met One Good Reason. Ze zingt het nog 1 keer. Bedankt voor het bellen. Vond het echt leuk om uw gastvrouw en gastheer te zijn. En wat ons betreft graag het volgend jaar. Okay. En we krijgen nog 1 keer weer in de lied te horen van Marleen. Ik zie dat Tjeerd van Zanen. Ja. Gefeliciteerd, Ellen. Je hebt 10.000 gulden verdiend, Ellen en Tjeerd. Dan kunnen jullie op eigen gelegenheid naar Jeruzalem. 10.000 gulden. Van supermarktketen Konamus. Marleen, had je het verwacht of had je het verwacht? Nee! Zoenen moeten we. Oh, moeten zoenen. Hoi. Ik doe die gitarist wel even. Hoi. Gefeliciteerd. Ik klaar staan. Je moet nog een keer zingen. Ja. Gefeliciteerd. Okay. We gaan nog 1 keer luisteren binnen het liedje. Marleen met One Good Reason. Tot ziens. You know there never was a doubt in to find, but I will never let go. I want to see what this love has to do. We'll just have to face it, rearrange and place it, and never let love pass us by. Give me one good reason, I will give you two. Say that you
say I